FC Groningen verloor zaterdagavond met 3-1 van RKC Waalwijk. De ploeg van coach Ron Jans speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man door een rode kaart voor keeper Luciano. Hij mist het duel van komende zondag tegen NEC wegens een schorsing. Ook Granqvist is er dan niet bij. Hij pakte tegen RKC zijn 5e gele kaart. Ron Jans moet misschien ook nu Femi missen. De middenvelder gaf zijn directe tegenstander een elleboog. Als je kijkt naar de beelden en naar de actie, dan zou dat kunnen. Alleen de scheidsrechter heeft het wel gezien. Is later ook nog even naar de twee spelers toegegaan. En misschien dat we daar dan geluk mee hebben, omdat hij de situatie wel heeft gezien en beoordeeld. En dat je daardoor misschien dat hij niet geschorst wordt. Je sprak net ook nog even met Femi. Heb je daar ook over gehad? Had hij daar een verklaring voor? Ja, nou ja, ze waren met z'n tweeën aan het bekvechten en ja, hij liet zich uit de tent lokken. En, het was niet zo dat hij keek en dat hij hem gewoon neersloeg, maar ja, hij maakte wel een beweging dat hij hem met zijn armen naar achteren en dat was gewoon een domme beweging. FC Groningen speelde slecht tegen de nummer laatst van de Eredivisie. De ploeg verloor terecht en liep tegen domme kaarten aan. FC Groningen beleeft een moeizaam seizoen. De ploeg is niet in balans en speelt zeer wisselvallig. Het lukt wel steeds om de goede lijn in te zetten. En dan denk je van, je hebt een aantal vastigheden in de speelwijze, individueel, als team. En ja, dan krijg je opeens toch weer een tik en dan val je eigenlijk weer helemaal terug. En dan moet je weer opnieuw moet je beginnen. En hoe kun je dat nou voorkomen? En ja, wat dat betreft vind ik bij tegenslag, ik heb het al vaker gezegd, vind ik dat iedereen meer voor zichzelf gaat spelen en denken. En dan valt het team toch onbewust uit elkaar. En dat is iets waar we steeds op hameren en we vanmorgen ook weer over gehad. En dat moet eruit, want ja, er zijn heel veel clubs en ploegen die ploeteren. Ze staan allemaal zo dicht bij elkaar. Ja, we vinden dat we daar niet thuis moeten horen, maar dan moet je het wel veel constanter zijn. FC Groningen staat nu op de 14e plek met 13 punten uit 14 duels. Zondag komt NEC naar de Euroborg.